Esaïe Wils wil samen met zijn moeder Annemiek geld ophalen voor Haiti, waar hij oorspronkelijk vandaan komt. Wat begon met een flessenactie is uitgelopen op een pannenkoekenbakactie. Toen ging ik bij Hoogvliet geld de lege flessen en toen kreeg ik geld. En toen hadden we wat zouden we doen met het geld. En toen had ik bedacht voor de pannenkoeken. Het plan om een paar pannenkoeken op zijn basisschool te bakken is helemaal uit de hand gelopen. Niet alleen de leerkrachten doen bestellingen, maar hele klassen. Inmiddels staat de teller op tientallen. De bedoeling was dat hij pannenkoeken zou gaan bakken voor de leerkrachten op school. Maar de leerkrachten hebben ook voor de hele klas besteld. Dus van een paar pannenkoeken werden het opeens heel veel. Gelukkig is een naastgelegen school bereid de deuren van hun grote keuken te openen. Ook schieten de leerlingkoks te hulp. Ja, ik vind het wel leuk dat hij op zoiets komt. En het is voor een goed doel. Dus dat is ook wel goed. En dat de actie een groot succes is duidelijk te merken aan de blije gezichten van de leerlingen.